Bedelaarshorst, waar we gaan kijken naar de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Volendam in speelronde 33 van de Eredivisie. Alle wedstrijden trappen af om 2:30 en bij deze wedstrijd staat er voor beide ploegen nog het een en ander op het spel. Grote belangen dus in de strijd om handhaving en in de strijd om Europees voetbal. Op het traditionele tijdstip van 2:30 gaan we aftrappen hier op de Adelaarshorst. De opstelling van Go Ahead Eagles, die kunt u misschien dromen op het moment. Het zijn weer dezelfde 11. Geen reden tot wijzigen voor René Haken. Betekent dat Liedberg uiteraard gewoon in de spits staat. De clubtopscorer van de Eagles. Eén wijziging wel op de bank, omdat Fontan geblesseerd is en niet wedstrijdfit. Hij dus niet bij de selectie, maar gewoon dezelfde 11 namen als in de afgelopen wedstrijden. De opstelling van Volendam. Daar was toch vooral de vraag, wie is de rechtsback? Het is Douiri geworden. Plat, niet beschikbaar. Peen niet, Buur niet. Ben Amar geschorst en Walid Ulcik werd na een half uur tegen Sparta al gewisseld op die positie, omdat hij niet voldeed. Verder voorin een plaats voor Henk Veerman. Hij vervangt Van Michem, die op de bank begint. Wim Jonk is nog wat gereserveerd. Veilig zijn we nog niet, zolang we het niet zijn. Nou, dan kan je. En het eerste contact. En daar is de strafschop voor Go Ahead Eagles. Binnen een minuut legt Makkeli hem op de stip. De overtreding van Josh Flint. Hier geen twijfel. En de redding is er van Stankovic. Daar vergeet Willemsen om het cadeautje uit te pakken. Goede redding van Stankovic. Matige inzet van Willemsen. Del. Liedberg in duel met Mirani. Murkin kan die bal alleen wild naar voren trappen. Dus is die weer voor Eagles. Willemsen. Ah, daar kan je. Goed naar zijn linker. Ah, daar kan je over Edvardsen heen. En ook Kuipers komt tekort. Volgende grote kans voor de Eagles. Sterk begin van Go Ahead. De Adelaarshorst gaat staan voor Go Ahead. De laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Zoals gezegd, ze zijn verwend. Go Ahead is veilig. En dus ook volgend jaar Eredivisie voetbal op de Adelaarshorst. Willemsen goed gecombineerd. Ah, daar kan je. Daar komt Edvardsen om de keeper heen. Maar de hoek is te lastig. Goed naar buiten gedrongen door Stankovic. Uitstekende aanval van de Eagles. Eiting. Zoekt naar Veerman. Die kopt hem over. Eiting. Murkin. Goed doorgespeeld door Antonucci. Murkin. Daar komt Oristanio, maar er is de lange op tijd. Douiri. Bal blijft binnen. Mirani, Veerman over Eiting heen. Nu wel Eiting. Een duel met Rommens. Eiting. Een makkelijke bal voor de lange. Bal zomaar voor de voeten bij Antonucci. Zwicht. Diepte bij Veerman. De bal valt goed. Henk Veerman. Oristanio voor de goal en Eiting. Daar is Eiting. Corner getikt door Del. Die niet weet wat er in zijn rug gebeurt. Bal die zomaar goed valt voor Veerman. Leep gechipt naar de tweede paal. Maar net over Oristanio heen.
Het is Mbuyamba die mag koppen. Die kopt over. Rommens. Twicht ruimt op. Amova langs drie man. En op deze manier is hij ook de vierde voorbij. Kuipers. Nirani krijgt zijn voet er tegen. Amova. Rommens. Wordt er weer in. Willemson. Ook die. Te veel onder de bal vandaan komen. En Mbuyamba gaat het duel weer aan. Verliest van Rommens. Wel interessant. En Mbuyamba als een soort aanvallende middenvelder. Bij de doeltrappen van Stankovic. Liedberg. Ja, daar kan je. Blomme heeft ruimte om te schieten. Blomme. Net naast de goal van Stankovic. Stankovic, wat doe je? Die gaat de fout in. Liedberg, open kans. En de goal voor Go Ahead Eagles. Een cadeautje van Stankovic. En deze wel uitgepakt door Liedberg. En Mbuyamba met de bal terug op Stankovic. Die heeft alle tijd, wil dan Liedberg uitkappen. Maar waarom? Het zal het zich nu ook afvragen. Dan laat hij die bal weer naar voren rollen. Is het een koud kunstje voor Liedberg? Die maakt nummer 7 van het seizoen. En de voorsprong voor Go Ahead Eagles. Del. Willemson. Edvardsen kan koppen en die zit erin. Hij kopt hem over Stankovic heen. Is het 2-0 voor Go Ahead Eagles. Zo begint Eagles opnieuw sterk. Is Willemson daar helemaal vrij tussen de linies. En kopt Edvardsen hem over Stankovic heen. Goede controle hier bij Willemson. Slim in één keer doorgetikt. En dit verlengen is Stankovic te machtig. Daar komt een volgend probleem aan voor Wim Jonk. Want Douiri is erbij gaan zitten. Weer een rechtsback in de problemen bij Volendam. Nou, Douiri naar de kant. Die is er al uit. En voor hem dus gewoon Walid Ulchik. Ulchik, Zeefuik. Antonucci en Van Michem. Nu dus in die aanvallende rol aan de rechterkant. Zoekt Zeefuik en er is Zeefuik. Een makkelijke bal voor de Lange. Del. Liedberg sterker dan Mirani. Del handig. Oh, Adekanje ook handig. En dan de overtreding van Twicht. In de rug bij Liedberg. Die gaat nog even verhaal halen. Haalt Walid Ulchik hem daar weg. Willemson. Kopt hem over. Willemson. Kuipers. Rommens haalt uit. Oh, Stankovic. Volgende fout. Serra en Weerak. Het is niet de dag van Filip Stankovic. Het begon nog zo goed voor hem met het stoppen van een strafschop. Maar op slag van rust. De blunder met het uitkappen. En nu het gegrabbel. Want deze bal moet hij gewoon vasthouden. Is hij nog niet over de lijn geweest. Maar ja, dan is daar Serra en doet de invaller wat hij moet doen. De Lange richting Willemson. Ulchik. Ja, daar kan je.
Nu is er ruimte voor Merkin. Die loopt geen buitenspel. Antonucci houdt goed in. Merkin moet het zelf doen. En schiet in de handen bij de Lange. Hij kan erom lachen. En Bouyamba in de fout. Adekanje. Zo. Kan schieten. Zo. En nu de redding van Stankovic. Toch even lekker voor die doelman. De inzet van de invaller. Zo. Volendam virtueel veilig. Muren. Muren schiet zelf. Komt niet echt in de buurt van de goal van de Lange. Antonucci krijgt wat ruimte van Zaathof. Is er langs Antonucci. Zoeken en vinden Zeefuik. Wat een goede redding van de Lange, zeg. Helemaal gestrekt naar de verre hoek. Handhaving. Met de vink erachter. Nu makkelijk afluit. Volendam blijft nog een jaar in de Eredivisie. Maar het verliest wel ruim met 3-0 van Go Ahead Eagles. Die kleur geven aan de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Stankovic zal nog even balen. Maar het heeft geen grote gevolgen. René Haken mag hopen op een toetje. Maar ze nemen in ieder geval in stijl afscheid van het thuispubliek.